Sinds vorig jaar is hun eigen schooltje gesloten en gaan de kinderen uit Waterland Kerkje met een busje naar IJzendijken. Zo'n verandering heeft zijn voor- en zijn nadelen. Het is wel leuk dat ik nu ook wel wat meer vrienden heb. En het stomme is, sommige juffen waren wel stom. Maar ik ga geen namen noemen, want misschien zit er wel zo'n juf te kijken. De schooldirecteur in IJzendijken had ook de school in Waterland Kerkje onder zijn hoede. Hij heeft geen spijt van de verhuizing. Op een gegeven moment hebben we gesnuffeld. Een paar keer in de week zijn de kinderen naar IJzendijken gekomen. Dat is dermate goed bevallen dat we hebben gezegd van we gaan de school in Waterland Kerkje sluiten en de kinderen zitten hier op school. Een goed voorbeeld vindt de PvdA in Sluis. Een schoolbusje vanuit een te kleine kern naar een groter dorp in de buurt. Maar het kan nog beter, want dat er in dorpen als IJzendijken nog 2 scholen zijn, vindt de partij ook niet meer nodig. Dat is wat ons betreft zeker te veel. We hebben hier op dit moment 2 onderwijskoepels. Een openbare koepel, Escalda, en een confessionele koepel, Scoba. Wat ons betreft moeten die gewoon fuseren. En moeten we zeker beginnen met alle kernen. We hebben op dit moment nog 6 kernen met meer dan 1 basisschool. 1 basisschool per kern is genoeg. Ik zeg niet meteen, het is een bizar plan. Natuurlijk sta ik voor mijn school. Maar het belangrijkste vind ik de leerlingen. De leerlingen hebben recht op goed onderwijs en dan moeten wij zorgen met z'n allen hier in West-Vlaanderen dat er goede voorzieningen voor het basisonderwijs zijn. De kinderen uit Waterland Kerkje lijken het in ieder geval goed naar hun zin te hebben in IJzendijken. En wat vind jij ervan dat jullie naar IJzendijken verhuisd zijn? Wel leuk, en ja, want op die voorschool zaten er zo weinig kinderen. Dus hoeveel zat je eerst en met hoeveel nu? Is er 20 en toen 1 of 2. Een voorwaarde die de PvdA wel stelt voor het sluiten van scholen in kleine kernen is dat er net als in Waterland Kerkje busvervoer komt.